ben Marie van Vollenhoven. Ik ben kunstenaar, multimediale kunstenaar en theatermaker. En ik ben ook docent bij Multimedia Design and Technology. Ik maak zowel tekeningen, schilderijen als animaties. Ik maak installaties, maar ik ben ook niet te beroerd om een theatervoorstelling te maken. Of een film zelfs tegenwoordig. Het is ontzettend natuurlijk alles wat ik doe. Lesgeven, schilderen, voor mensen een bijzondere voorstelling maken. Ik kan niet anders zeggen dat alles is voortgekomen uit een van mijn eerste passies als kind. Tekenen, verhalen verzinnen, altijd creëren. Alles wat je ziet, waar je over nadenkt, omzetten naar een vorm die communiceert. Dus wat nu voor het eerst eigenlijk gebeurt sinds ik lesgeef bij de opleiding, is dat ik ook echt in mijn beroepspraktijk de wisselwerking aanga met de opleiding. Dus dat er een student bij mij stage komt lopen. Wat interessant is aan MAMDT op dit moment, is dat daar enorm veel gaande is. Je ziet dat er is een switch in onderwijsvorm op allerlei vlakken. Het is minder traditioneel aan het worden. Je ziet ook dat er veel meer ZZP'ers ingehuurd worden die bijvoorbeeld 3-4 dagen nog een eigen praktijk hebben en daarnaast lesgeven. Dus je ziet een hele mooie wisselwerking. En voor mij is het interessant omdat ik de kans krijg om ook zelf te leren binnen de opleiding. Ik vind de toegepaste sfeer en de probleemstellingen binnen een case vind ik spannend. Dat je op een heel vrije, open manier naar die problemen kijkt, maar dat er uiteindelijk wel een product of een resultaat uitkomt. Dus ik vind de vakken die ik nu geef ontzettend leuk. Generative art vind ik eigenlijk het allerleukste vak. Maar ik hoop ook nog bij andere minoren bijvoorbeeld mijn steentje bij te dragen en ook zelf nieuwe technieken te leren. Ik heb voorzichtig een begin gemaakt met processing, met de programmeertaal. En mijn doel is nu om voor het volgende blok, 1.3, de basis daarvan wel te kunnen. Het is eigenlijk de allereerste keer dat ik een baan heb voor een baas die ik echt fantastisch vind. Ja. Waar ik continu thuis kom met energie en denk, oh, wat was dat weer interessant vandaag. Jonge mensen, allemaal een eigen boodschap, allemaal nog aan het zoeken. Ja, inspireert wel. Ik ben op dit moment een film aan het maken. Het gaat over een jongen die heet Shuaib Sido. En hij is een goede vriend van mij. Ik ken hem inmiddels meer dan 10 jaar. En hij woont nu meer dan 20 jaar in Nederland. En hij kwam hier op zijn 9e vanuit Somalië met zijn familie. Behalve zijn vader, want die is helaas in het land van herkomst vermoord. Dus hij kwam hier en hij heeft alle asielzoekerscentra van Nederland gezien zo'n beetje. Hij heeft een heel bewogen jeugd gehad. Het heeft hem naar mijn inzien ook enorm beschadigd. En nu, 20 jaar later, heeft hij eigenlijk nog steeds geen officieel paspoort. Geen officieel document. Ja, en in de film vertellen we het verhaal van Shuaib. Gewoon van begin tot einde. We vertellen het eerst neutraal. En daarna vertellen we het ook op een theatrale manier, op een performatieve manier en in tekeningen. En dat alles samen wordt een complex, ik hou van complexiteit, een complex kunstwerk op video, in een filmvorm. Ja. En wat ik wel nog zou willen meegeven, wat ik belangrijk vind, is dat je als student of als docent tegenwoordig de vrijheid hebt om je open op te stellen. De tijd is dusdanig dat je, zeker in Nederland, dat je jezelf kunt zijn, dat je kwetsbaar kunt opstellen. Dus je hoeft je niet meer te verstoppen van, ik ben een student, dus ik mag lekker terughoudend gewoon af en toe wel mijn huiswerk doen, dan weer niet een 6 of een 7 halen. Nee, je bent er om samen te werken en samen verder te komen. En een docent mag ook veel van zichzelf laten zien. Mag ook over zijn eigen leven en zijn beroepspraktijk vertellen.